Dit weekend werd de 57ste Leeuwenmars georganiseerd in het land van Maas en Waal. De start vond plaats bij het clubhuis van sportvereniging DSZ in Boven-Leeuwen. En vanaf daar vertrokken verschillende wandelroutes, variërend in lengte van 5 tot 40 kilometer. Wandelaars van de langere routes gingen via de Waalbanddijk naar Dreumel en Deest en aan de Maaskant langs Appeltern en via Horssen en Puiflijk terug naar Boven-Leeuwen. De Leeuwenmars wordt door veel mensen gezien als het begin van de training voor de Nijmeegse Vierdaagse.